Hallo iedereen en welkom in de nieuwe video waarin ik jou even meeneem in de energie van de vrouwelijke energie voor deze week. Dus we gaan opnieuw gaan kijken wat is de challenge, de kracht en het advies of waar ik dan ook toe geleid word om deze week mee te delen. Ik heb ondertussen de mannelijke energie video gemaakt, als ik het zo kan noemen trouwens. Dus als je daar nog niet naar gekeken hebt, is het wel interessant om ook die te bekijken. Omdat, zoals hij weet, mannelijke energie en vrouwelijke energie altijd samenwerkt. Zowel eerst in jezelf en van daaruit dan, hoe meer je die eenheid hebt, ook naar anderen. Maar zoals ik al meermaals uitgelegd heb, jouw mannelijke energie spreekt ook met de mannelijke energie van jouw partner. En omgekeerd ook met de vrouwelijke energie. Dus vandaar dat het ook belangrijk is om te weten waar dat je staat, wat de wonden zijn in je mannelijke energie, wat de wonden zijn in je vrouwelijke energie, vanuit welke patronen dat je, welk gedrag had gestaan, waar dat ooit ontstaan is. En dat is eigenlijk de reden waarom de meeste mensen met mij samenwerken. Om een extra spiegel te hebben. Zeker in tweelingvlam connecties, omdat ik zelf ook een tweelingvlam ben. En al 3 jaar het pad loopt en ondertussen eigenlijk in union bent met mijn tweelingvlam. Maar ook daar komen dan ook weer nieuwe uitdagingen en verdere diepe zielslessen aan bod. Dus vandaar blijf ik informatie delen en werd ik ook geleid om nu op regelmatige basis echt in te tunen op de processen, op de thema's die gaande zijn in het collectief. Nu, de bedoeling is van deze video's dat om inzichten te geven, niet om vanuit het idee van dit is de enige waarheid. Dat zeker niet. Dus wees daar bewust van. Dus dat betekent ook dat wanneer dat er dingen zijn die je niet goed kan plaatsen of die je niet goed kan begrijpen, laat het ook voor wat het is. Probeer het niet te forceren. Probeer het niet, ga zeker je leven niet gaan aanpassen in die zin om dan dingen te gaan inpassen, want dat is eigenlijk het slechtste dat je kan doen. Daarom ook naar die dingen kijken is goed, zeker als het gaat over hoe dat je dan het kan gaan integreren en implementeren in je eigen leven. Maar ga niet gaan kijken alsjeblieft naar die dingen waar dat ze zijn van die persoon gaat binnen 3 maanden komen of dat gaat gebeuren. Dat is ook bijvoorbeeld een van de dingen waarom dat ik geen voorspellende video's doe. Omdat we allemaal controle hebben over de dingen dat we toestaan en toelaten in ons leven. Er zijn telkens, elk moment, elke keuze die je maakt, zitten verschillende tijdslijnen, verschillende mogelijkheden. Dus als jij gelooft dat iemand zegt van dit gaat gebeuren in 2023, op die dag, op dat uur, ja, waarom gaat dat dan misschien wel gebeuren? Omdat jij het natuurlijk op die manier zo gaat gaan manifesteren. Dus ook hier, gebruik jouw eigen energie en je wijsheid, maar op een positieve manier, voor jou en niet tegen jou. Want uiteindelijk heb je altijd de keuze welk pad je kiest. Kies je pad van liefde of kies je pad van angst? Dat gezegd zijnde, wat is de challenge dat deze vrouwelijke energie, dus in deze video, iedereen die hier naar kijkt, mag mee gedeeld worden. Wacht, ik ga zien. Er zijn 2, 3, 4 kaarten die naar boven komen. Daarnet heb ik dat niet gedaan, maar nu voel ik wel dat het belangrijk is. De onderkant van de kaarten tonen. Yes, yes. Oké. Okay. Die ga ik ook nemen. Het is heel wat. Maar het draagt bij aan het extra verhaal. Dus wat stond er aan de onderkant? De Ten of Wands. Maar omgekeerd. Wat dat goed is. Dus dat betekent einde van zorgen. Einde van problemen. Einde van slapeloze nachten. En waarom? Omdat we eigenlijk het vele werk gedaan hebben. Dat is de Seven of Pentacles omgekeerd. Dat is de boodschap dat ik kreeg. Dus het is door het feit dat we het werk gedaan hebben, voornamelijk dan het innerlijke werk, de healing, de stukken aangekeken, onszelf eigenlijk telkens blijven uitgedacht om beter te worden en een betere versie, niet beter worden in de zin van goed en slecht, maar echt een betere versie van onszelf te worden, zodat we nog meer van het leven kunnen genieten. En dat heeft voor dit gezorgd. Wacht, hè. Voilà. Voor eigenlijk, dat is de Three of Wands, wat dan normaal gezien eigenlijk individueel succes is. Maar het staat omgekeerd. Waarom? Net zoals dat we in de mannelijke video gezien hebben. Omdat de realiteit op dit moment niet is wat de werkelijkheid is. Het lijkt allemaal anders. Het lijkt alsof we nergens staan. Dat we terug back to basic, back to de start, terug naar de start gegaan zijn. Maar dat is het niet. Waarom niet? Omdat we vanuit, vanuit de verbinding die we hebben met onze vrouwelijke energie, wanneer hier de hoge priestress is, zijn we in staat om
nieuw te beginnen. Maar niet gewoon zomaar nieuw vanuit de start. Het lijkt zo. Het is niet zo. Maar het lijkt dat we opnieuw beginnen. Maar tegelijkertijd is het wel een nieuwe start. Want het is een nieuwe start vanuit die nieuwe, weer vernieuwde versie. En zo heb je eigenlijk een constante cirkel van opnieuw nieuwe cyclussen. Nieuwe versies van jezelf die gaan worden. En dat betekent natuurlijk dat, want die ligt ondersteboven. De magie, de fool is het. De magie is in. De fool, waarom? Omdat we telkens op een pad weer gaan lopen, waar we eigenlijk nog niet weten van, ja, wat betekent dat dan? Waar gaat het heen gaan? Waar gaat het ons brengen? Maar, net dat pad lopen. En dus jouw eigen waarheid blijven spreken. Dus verzwaarden is de eerste. Dat betekent dat je een nieuwe manier gevonden hebt om je waarheid te uiten. Een nieuwe manier gevonden hebt om wie dat je bent te delen met de wereld. Maar vanuit liefde en licht. Niet vanuit macht en controle en frustratie en je wonden. Maar vanuit je geheelde versie. Excuseer. En dat brengt ons ook weer meer successen. Meer dat je... want hier zien we ook weer de staf van die van de tweelingvlam-energie. Oh, nee, deze kant hier. Deze. En wat ik ook voel is dat deze kaart voornamelijk daarover gaat. Want als je ook hier kijkt... Ik weet, dat is ook een planeet, maar... ik zie het kruis en de cirkel. En de kruis en de cirkel geven in dit stuk, in dit, deze reading, deze video, wordt ook aangegeven als de verbinding tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, is wat ik hoor. Dus ook daar is het belangrijk dat je, ja, oké. Dat dus, wanneer, dus hoe meer je leert je waarheid te spreken vanuit die vernieuwde versie van jezelf, dus vanuit die verbinding met je geheelde vrouwelijke energie, dan zal je in staat zijn om dat ook te uiten naar je mannelijke energie. En op dit punt is het zeker belangrijk dat je ook de andere video bekijkt, want dan ga je begrijpen van waaruit dat deze nu weer samenkomen. Want de mannelijke energie gaat als kracht de vrouwelijke energie. En dat is hetgeen dat we nu ook hier weer zien en horen. Dus hoe meer dat jij als vrouwelijke energie, of gewoon ook in jezelf, leert je emoties op een gezonde, rustige, evenwichtige manier en respectvolle manier te uiten naar anderen, hoe meer dat je ook gaat zien dat je controle krijgt over jouw emoties. En dat gaat niet alleen succes brengen, maar ook een volledig nieuw leven gaan creëren. Een volledig nieuwe start gaan creëren. En daarom krijgen we ook die One of Pentacles, die 1 van munten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke andere kaarten dan we gaan krijgen. Oeps. Voilà, daar gaan ze. Wat krijgen we? Ik ga ze tonen en dan ga je het zien. Kijk, we krijgen 3 of Orbs. Omgekeerd, de 9 of Flames en de 9 of Crystals. En dus wat gebeurt er? Hoe meer dat we dus van Orbs hier in dit deck zijn dezelfde als de zwaarden. Dus hij heeft ook verbonden, of hij is ook verbonden met de mentale energie. Om eigenlijk die verbinding te breken met het donkere en met tussen, dus eigenlijk een afstand, afscheid nemen van het donkere. Afstand nemen van de zwaarte. Dat is hetgeen wat we daarnet ook gehad hebben. Wacht, hier deze. Met het einde van het donkere. Dat is hetgeen wat er ook gewoon collectief astrologisch gezien gedeeld wordt. En hoe meer dat jij dat als vrouwelijke energie in je leven... Ik was bijna aan de kaart, want goed. Hoe meer je dat eigenlijk in je leven ook echt kan doen en die scheiding kan maken met die donkere energie, dan zal je zien hoe uitgeput jouw mannelijke energie was eigenlijk. Om altijd maar te moeten vechten tegen dat donkere. En hoe meer je dat doet, hoe meer dat het gaat mogelijk zijn om als vrouwelijke energie ook in die kracht te gaan stappen. Om in die zelfstandigheid te gaan stappen. Om in die onafhankelijkheid te gaan stappen. Maar nog steeds vanuit die verbinding met die... met de mannelijke energie. En hetgeen wat ik ook hoor, is dat hierin ook belangrijk is om het donkere niet gewoon weg te duwen, maar het te omarmen. Het te aanvaarden als een deel van jezelf.
En dat is vaak wat we ook zien bij mannen en in liefde en in zo van die, niet bij mannen, maar bij mannen en vrouwen en in relaties, hè, dat we zeker in het begin van relaties gewoon ook bang zijn om die donkere stukken, die dieptes van onszelf te gaan tonen aan onze partner. Uit schrik dat ze ons dan niet meer zouden graag zien of dat ze ons dan niet meer zouden willen. Maar natuurlijk, en zeker in tweelingvlamsconnecties, is het belangrijk om daarvan weg te stappen. Om dat aan te kijken en gewoon letterlijk je eigen zelf zijn. De royal you. Gewoon de overvloedige jij te zijn. Want dat is wie dat we zijn. En wat hebben we hier nog? Broken open. Maar omgekeerd. Wat dus weer een teken is dat je inderdaad als vrouwelijke energie nog dieper mag gaan in die overgave, nog dieper in dat geduld, nog dieper in die emoties gaan. En dus zeker niet angstig zijn of afgeschrikt worden door diepe negatieve neerslachtige emoties. En dat is hetgeen wat ik vandaag ook heel hard voelde, dat getoond wordt. Want van daaruit ga je zien dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Dat nog meer in die void, in die donkerte gaat jou helpen om nog meer opengebroken te worden van systemen, van templates, om nog meer die verbinding te maken met je hogere zelf en met de sterren, met je sterrenafkomst. Want dat brengt jou niet alleen die royal you, dat brengt ook heel veel magie in je leven. En dat nieuwe begin hier. En dat nieuwe begin. Verbinding met zo beneden, zo boven, zo beneden. Maakt niet uit hoe dat ik het zeg, het komt hetzelfde neer. En hetgeen wat ik hoor is, laat je leiden door de magie in jezelf. Laat ons jou de weg vooruit zien. Met ons, dat is dan jouw team, het universum, aardsengelen, wie of waar of wat, dat je maar ook mee resoneert. Wat hebben we nog? Moeder aarde, grounding en support, ja. Het vierkant heeft ook te maken, dat is ook het symbool ook voor de aarde, voor de gronding. En dat is, ook hier zien we dat ook hier weer terug, hè. De aarde, de gronding. En die is belangrijk. Ik heb dat al vaak gezegd in verschillende video's en ook zeker tegen mensen die met mij samenwerken, dat gronding is belangrijk om die leiding van bovenaf te krijgen. Als je altijd je energie hier houdt en dat is heel veel en te veel in je hoofd zit, dan is sowieso de doorstroming niet van de universele energie, van je levensenergie, sowieso niet. Dus ga je veel meer uitgeput worden zijn. En dat is dan eigenlijk hetgeen dat hier zit, die gewonde soldaat. Dus, en ook gewoon om zuivere informatie te channelen, is gewoon nodig dat die verbinding er is. Dat je volledig in het nu bent en dat je volledig in die overgave en in dat geduld kan stappen. Want dan ga je ook veel meer informatie ontvangen van je hogere zelf. En net zoals dat ik op dit moment doe, gewoon kunnen communiceren, net zoals dat ik nu tegen jullie aan het praten ben. Oké, maar gezien de huidige dingen die begaande zijn, de huidige energieën, is het heel belangrijk om jouw energie te beschermen. Dus als zeker wanneer je jezelf veel meer identificeert met de vrouwelijke energie, dus veel meer vanuit je vrouwelijke energie gaan dingen manifesteren, gaan dingen neerzetten, gaan dingen je leven leiden, is het extra belangrijk om deze week jouw energie te beschermen. Dus maar ook daar ga je zien bij de mannelijke energie is het dan binnen gaan belangrijk. Dus ook hier weer. Ga niet te veel naar buiten in de zin van verbind niet met te veel mensen, maar als je het doet, bescherm jezelf en reinig nadien ook iedere keer weer jouw energie. Grond jouw energie, pas je grondingscode aan, vraag aan je team om je alles wat je geabsorbeerd hebt en eventueel overhoom hebt van angsten, van wat dan maar ook, om die te gaan reinigen. Want al die zaken die van buitenaf op je afkomen, sociale media, readingen, video's over voorspellingen of wat dan ook, dat leidt je op dit moment af. Dus als het kan, beperk jouw aanwezigheid op sociale media tot het hoogst nodige. Ga dus nog veel meer naar buiten in de natuur. Verbind met de mensen, met de fysieke mensen om jou heen. Met jouw huisdieren, wat dan ook. Doe iets wat je graag doet. In de zin van lees een boek of kijk naar een film.
Maar verbind niet te veel met sociale media. Want we gaan zien dat er heel veel angsten naar boven gaan komen de komende week. En als vrouwelijke energie, door ons empathische, gaat jouw energie veel te veel gaan beïnvloeden. Dus ook hier, val niet in de kuil om te veel te gaan nadenken. Overdenk niks, want ook zoals ik dat in een andere video ook gezegd heb, ga niks overdenken, want het niets is wat het lijkt. 3D en 5D staan haaks tegenop elkaar op dit moment. En de donkere energieën, de angsten en de laagstaande emoties die losgelaten worden van anderen, zouden anders veel te snel weer geabsorbeerd worden in jouw lichaam. Waarom? Dat is zoals het hoge en het laag druk, luchtdrukgebied. Gewoon de wind. Ja, als je weet hoe dat de wind ontstaat, gaat het ook van het hoge naar het lage. Energie is net hetzelfde. Dus jouw hogere energie is eigenlijk een magneet voor lagere energieën om getransformeerd te worden. Maar op dit punt in jouw transformatie zou het kunnen zijn dat het jou veel te veel belast. Dus ook hier extra waarschuwing, extra aandacht om jou extra te gaan beschermen. Ik krijg onmiddellijk ook hoofdpijn. Dus als je hoofdpijn hebt de komende week, is dat eigenlijk het teken van jouw team aan jou dat je te veel hebt overgenomen. Dus op dat moment kan je vragen naar jouw team om jezelf te reinigen. Dan kan je de gronding sowieso onmiddellijk aanpassen. Visualiseer dan eigenlijk een gouden schild, een gouden bol die doorheen gaat als je gewoon bent. En je weet hoe je met de vlammen kan werken, roep de vlammen aan. Of ga naar mijn kanaal hier op YouTube. Daar staan er ook ondertussen heel wat gratis transmissies die je kan doen. Laat je leiden tot één van degenen waar je aangesproken wordt. Doe die. En dat gaat je ook behulpzaam zijn. Want wat gebeurt er nog meer deze week, waar we niet altijd bewust van zijn? Dus eigenlijk ons... ik ga eerst... wacht even, wat is dat nu? Ja, wet van aantrekking. Eerst is... je gaat zien dat naarmate dat je energie verhoogt, dat je de relaties en de dingen die je vroeger leuk vond, dat die sowieso aan het veranderen zijn. Dat mensen wegvallen. En dat is oké. Dat is oké. Dus klamp niet angstvallig vast aan mensen, maar laat het gewoon stromen. Laat dingen gewoon evolueren. Laat gewoon dingen passeren. Anders ga je die negatieve energie in jouw energieveld houden en gaat dat je punt van aantrekking zijn. En dat is niet hetgeen wat je wilt. Je wil niet nog meer angst, je wil niet nog meer problemen. Je wil meer licht, meer liefde, meer vrijheid, meer overvloed. Dus wees deze week extra bewust van waar en wat dat je toelaat in je energieveld en in je bewustzijn. Want zoals je daarnet ook gezegd hebt, en ook hier komt weer naar boven, zeker met betrekking tot je tweede chakra, dus de heilige beenchakra, zijn we ook extra gevoelig. Waarom? Zeker als vrouw, dus vrouwelijke energie, zeker als vrouwelijke energie in je vrouwelijke lichaam, dan is eigenlijk jouw tweede chakra jouw punt van creatie, jouw punt van baren, van nieuw leven in de wereld zetten. En dat gaat niet alleen over baby's of over echte kinderen, of over een echte zwangerschap, het kan natuurlijk, maar ook over jouw dromen, het vormgeven, het baden, het voeden, het koesteren van jouw dromen. Dus extra ook daar, met wie dat je verbindt, met wie dat je een team bent, dat is extra belangrijk deze week. En om de video af te sluiten, ga ik ook nog eens kijken met welke energieën je zou kunnen samenwerken, of wat dat advies is. Dat is al één. Voilà. En dan hebben we... Oh, ook Raziel. Net zoals bij de mannelijke energie, maar het is een andere kaart, want het is dezelfde aardsengel, dezelfde energie. En ook hier is hier intuïtie. Dus gaat het ook over verdere downloads, over verdere ontvangen van informatie, het integreren vooral en het implementeren van integraties en downloads dat we gekregen hebben de afgelopen maanden, weken. Want ik weet dat voor sommigen als heel lastig en heel vermoeiend werd ervaren. Dus laat die downloads nog meer gaan integreren in jouw lichtlichaam. En ook daarvoor kun je dus die vlammen gebruiken. En een tweede is met aartsengel Michael. En zoals ik kan zien, de violette, paars, zilver, grijze, met hier en daar wat goud. Dus laat ook hier jouw leden tot de kleuren die jou het meeste aantrekken en het meeste met jou verbonden zijn. En het gaat nog meer over de I am presence. Dus echt jouw ik ben aanwezigheid, jouw ik ben. Want alles wat je na ik ben zegt, gaat zich ook gaan manifesteren. Zeker als er heel veel emotie aangekoppeld is. En dat is hetgeen dat deze week ook nog meer gaat uitgezuiverd worden. Ik ben eens aan het kijken, want...
Ja, dus, maar ik werd getrokken tot dit symbool, die cirkel. En de boodschap die ik ermee kreeg was van dat de drie-eenheid en de vrouwelijke energie nog veel meer gaat geankerd worden. En het om uiteindelijk dan, na verloop van tijd, ook gebaard te worden. Niet als een kind, bij sommigen wel, maar niet bij allemaal. Maar als nieuwe vruchten in de missie. Dus net daarom is ook hier, ook voor de vrouwelijke energie, deze week rust, kalmte naar binnen, verstelling, vertraging, heel super belangrijk. Zo, mocht je zelf voelen dat je ondersteuning nodig hebt, dat je met mij wilt samenwerken of dat je wilt verbinden met een groep gelijkgestemden, weet dan dat er ondertussen verschillende mogelijkheden zijn om dat te doen. Het ene is wat duurder dan het andere, dus voor iedereen is er wat wils, ook voor onafhankelijk van waar je zit in het proces, is er voor iedereen wat iets. Als ik met jou resoneer, kijk gerust eens op de website of op de link is hieronder aan de video. Je kan ook met één op één met mij samenwerken, maar daar ben ik natuurlijk beperkt in om in het hoeveel mensen dat kan toelaten. Dus afhankelijk van jouw vraag of waar je tegenaan loopt, kunnen we dan samen kijken wat het beste voor jou is op dit moment, het meeste aangewezen is. Vergeet ook niet te liken en te abonneren, want zo weet ik dan dat dit behulpzaam is aan jullie proces en dan kan ik dat ook blijven verder doen. Dat is als een soort incentive of een soort van bevestiging dat dat het inderdaad hetgene is waar jullie ook meer aan hebben. En heb je andere vragen? Loop je tegen stukken aan? Dan kan je mij natuurlijk een mailtje sturen en dan kijk ik van op welke manier ik van dienst kan zijn. Maar je kan natuurlijk ook gewoon onder elke video je comment of je bericht nalaten. En dan op regelmatige basis kijk ik ook of dat er berichten, nieuwe berichten zijn en ga ik ook altijd antwoorden. Zo, dat was het voor vandaag in deze video. Ik ga normaal gezien ook een video maken voor de maand juni. Om te kijken wat dat daar wat het grotere geheel, de rode draad zal zijn voornamelijk. En zoals altijd ga ik proberen wekelijks eventjes in te tunen, zodanig dat niet alleen jij, maar ik zelf ook weet van oké, okay, wat is hier de rode draad, wat is er geen, wat kunnen we verwachten en waar moeten we vooral aandachtig rond zijn. Dus vandaag, vandaag, voor deze week de tip, ga naar binnen, verbind met jezelf, bescherm jezelf. En dan gaan we ook deze week weer moeiteloos overleven. Zo, dat was het en ik wens je een fantastische week. Dag!